Ik kan wel een winkel openen. Vrouwen en schoenen. De meeste vrouwen maken er geen geheim van dat ze een schoenentik hebben. Ja, ik hou van schoenen. Ik koop altijd schoenen. Alle kleuren. Ik ben zeer schoenenverslaafd. Hoeveel heb ik er? Heel veel laarzen. Heb je? Heel veel zomerschoenen. Veel. Ja, 60 of zo, zoiets. Het moeten er meer dan 50 zijn. Deze heb ik toevallig afgelopen zaterdag gekocht. Ik koop. En ik blijf maar kopen. 60, 65, zoiets ongeveer. Heel erg. Ik kan ze niet meer tellen. Nee, hoeveel? Ik denk 200 paar. En blijf kopen. Ook Linda de Mol kan niet zonder haar collectie schoenen. Het zijn ook laarsjes, hè? Officieel zijn dit geen schoenen natuurlijk, het zijn laarsjes. Ja, ik ben gek op schoenen. Ik heb zeg maar ongeveer 20 à 30 paar schoenen altijd. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet wat meer koop, want ik doe dus ook heel veel weg. Er zijn ook vrouwen die hun schoenen, zelfs als ze niet passen, toch niet weg kunnen doen. Sommige nog in een doos die nog nooit aan zijn getrokken. Het zijn geen miskopen, want ik vind het allemaal hele mooie schoenen. Maar ik heb hele moeilijke voeten. Dus ik kan ze eigenlijk niet aan. Gewoon leuk om neer te zetten. Nee, maar ik heb inderdaad wel schoenen die ik nooit meer draag en wel bewaar. Hopen dat ik ze ooit nog eens een keer aandoe. Of zelfs schoenen die ik nooit heb gedragen. Ik koop ook heel vaak schoenen waar ik niet op kan lopen. Die ik dan zo mooi vind. Alle vrouwen met een schoenentik kunnen vanaf vandaag terecht op speurders.nl om hun schoenen te verkopen of om nieuwe te zoeken natuurlijk.